Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kun je kijken naar Kim, waarin de thema's kleur, textiel en tekst centraal staan. Maar nu eerst het nieuws met Caroline Hermans. Kinderen maken de buurt schoon, weergoden zijn Scenes Connected goedgezind en een gesprek met burgemeester Hoes. Dag dames en heren, dit is het nieuws van vrijdag 26 juni. Jongeren van de Tetielschool De Maasgouw zijn vandaag aan de slag gegaan om vanaf nu elke week het zwerfvuil in de omgeving van het schoolgebouw op te ruimen. Wethouder André Willems hielp een handje mee, want zelfbeheer staat hoog op zijn agenda. Wij verwachten van burgers dat ze meer zelf gaan doen, dat willen die burgers ook. Is ook een beetje ingegeven door bezuinigingsoverwegingen. En daar waar ik dat waardeer bij gewone burgers die dat doen, is hier toch een bijzonder blijk van waardering op zijn plaats. Want het zijn toch allemaal mensen met beperkingen en die willen ook op hun manier een bijdrage leveren aan zelfbeheer. Zelf de buurt opruimen dus. Voor sommigen wordt het wellicht even wennen. Maar de jongeren van de Tetielschool vinden het leuk. Ze begonnen met hun eigen schoolplein en nu dus de buurt. Ik hoop dat deze parkeerplaats er op termijn piekfijn uitziet. En als dat zo is, dat we eventueel onze blik kunnen gaan verruimen naar andere plekken in de buurt. Kunstgras in plaats van echt gras. Vandaag werden de eerste matten in de Geuselt gelegd. Kunstgras was een lang gekoesterde wens van de Maastrichtse voetbalclub, want nu kan het veld in het stadion zwaarder worden belast. Zowel het eerste elftal als de jeugd zal gebruik gaan maken van het kunstveld voor wedstrijden en trainingen. Het bezoek van staatssecretaris Van Rijn met wethouder Damsma dat gepland stond voor komende maandag gaat niet door. Hij wordt aan de tand gevoeld in de Tweede Kamer en heeft aangegeven dat het bezoek aan Maastricht moet worden uitgesteld tot na de zomer. Kom binnen! Waar Scenes Connected vorig jaar verregende, lijkt het erop dat de weergoden deze editie goedgezind zijn. Ook de opbouw loopt voorspoedig. Nou, volgens mijn collega zijn wij nog nooit zo ver geweest. Op de vrijdagmiddag, over een aantal uren gaat het open. Dus ik denk dat we er klaar voor zijn. Licht geluid. We zijn er klaar voor. Licht geluid nog en dan bijna klaar. Het is iets anders ingericht. En, maar een aantal partijen zijn toch weer dezelfde die het ieder jaar ook weer doen. En we staan weer helemaal op vrijwilligers. Dus dat is allemaal geen verschil. Dat doen we allemaal heel goed. Hi. In Witte Vrouwenveld liggen de materialen klaar voor de 15e editie van het Manus van Alles Festival komende zondag. Erwin Fabrizio en het reggae-icoon Teddy Dan uit Jamaica staan zondag op het podium. In zorgcentrum Scharweierveld is vandaag de stichting Vrienden van Moza Zorggroep gepresenteerd. De vrienden gaan zich bezighouden met het zoeken naar geld voor activiteiten voor senioren uit Maastricht-West. Iedereen kan een activiteit organiseren en een donatie aanvragen bij de Vrienden van Moza Zorggroep. Het is wel zo dat de senioren cliënten moeten zijn bij de zorggroep. Criminaliteit, veiligheid, koffieshops, glas of geen glas, toyboys en eenzaamheid. Na bijna 5 jaar burgemeesterschap neemt Maastricht morgen afscheid van Onno Hoes. Het is natuurlijk jammer om weg te gaan, laat ik daar eerlijk over zijn. En hoe meer mensen om me heen het jammer vinden, hoe meer me dat sterkt. Maar uiteindelijk is het besluit genomen. We hebben een half jaar hier naartoe gewerkt en heb ik er ook vrede mee. En volgens mij moet iedereen er vrede mee hebben. Er komt een goede nieuwe burgemeester voor terug, dus helemaal goed. Had het verschil gemaakt als u in een andere stad burgemeester was geweest en dit was gebeurd? Nee, ik denk het niet. Kijk, het hangt dus heel erg van die landelijke media af. Als die niet naar ons toe waren gekomen, dan was het nooit zo'n drama geworden. Het is ook allemaal uitgelokt door mensen van buiten. Maastricht heeft daar niks verkeerds aan gedaan. En ik had ook natuurlijk wel een soort boosheid in de afgelopen maanden naar mensen of naar partijen of naar mezelf. En dan moet je een besluit nemen. Dan moet je wel doortastend zijn en denken, dit is het beste besluit. Hoe heeft u dat besluit genomen? Hoe heeft u gedacht van, goed, ik leg mijn taak als burgemeester neer? Ik zag om me heen dat er gewoon geen ruimte meer voor de ratio was. Voor het echt serieus
afstand nemen van het thema en er rustig over praten. Het was veel te emotioneel en ik zag het ook niet wegebben. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon niet goed. Want als dit te lang doorsuddert, dan gaat dat weer spanning in de raad opleveren die juist de afgelopen jaar minder is geworden. En in de stad zou het ook niet zo goed zijn, want het gaat nergens over. En dan moet je hier je gaan zitten verdedigen eigenlijk. Ja, dat vond u is dat terecht? Nou ja, het moeilijkste was dat de gemeenteraad zich moest gaan verdedigen over mijn privéleven. De emoties erboven gaan staan. Dus het is ook geen afrekening met mij. Het is gewoon het niet om kunnen gaan met die enorme emotionele en publicitaire druk. En het is ook heel erg moeilijk. Zie je, maar kon u daarmee omgaan? Ik vond het ook heel moeilijk natuurlijk, maar het ging niet alleen om mij. Het ging vooral ook om de gemeenteraad en om de stad. En ik zag daar verdeeldheid en onrust en daar wilde ik een einde aan maken. Ik kan zelf al heel veel aan, maar dat is ook logisch, want het ging ook om mij. En het is mijn vak, en ik was ook de aanleiding. Dus ja, ik moet het zelf wel kunnen handelen. Maar als de omgeving het niet met je kan, ja, dan moet je gewoon stoppen. Had u het idee dat u een keuze had? Vind ik moeilijk. Ik had wel een keuze. Ik had wel een keuze om te blijven en om de discussie met de gemeenteraad aan te gaan. Die had ik misschien ook nog wel gewonnen, om het zo maar eens te zeggen. Dan ga je op punten winnen. Maar iedereen zit te kijken en denkt, ja, die wedstrijd heb je niet gewonnen. Dus dat was eigenlijk geen thema. Heeft u zich eigenlijk eenzaam gevoeld in die periode? Nou ja, het zijn natuurlijk wel momenten waar je heel diep zelf over na moet denken. Dus je kunt wel mensen advies vragen, maar uiteindelijk moet je de afweging zelf maken. Uiteindelijk schrijf ik de brief aan de koning en onderteken ik de brief aan de koning van majesteit. Bij deze laat ik u weten enzovoort. En dat is natuurlijk wel dat was wel het meest emotionele moment. Dat je maar die heeft brief... u die beslissing echt alleen gemaakt? Ja, die beslissing heb ik echt alleen gemaakt, ja. En hoe was dat? Ja, voor mij was het ook niet makkelijk. Nee, boel, ik heb wel wat tranen gelaten. En daarom zeg ik, het moeilijkste was echt die brief ondertekenen, want dan is er ook geen weg meer terug. Met iedere afspraak met de raad kun je zeggen, oh ja, morgen zijn er nieuwe inzichten. Maar als je die brief aan degene die heeft aangesteld, als je die ondertekent, en dat is nog de koning ook, dat is ook nooit bijzonder. Ja, dan zit je daar echt en dan is het even... echt voorbij. Ja. Nou ja, dan gaat echt een hoofdstuk dicht en het voelt als een zware deur die dichtvalt. Ik heb wel eens eerder gezegd, als ik die ambtsketen eenmaal om heb, dan word ik een ander mens. Daar heb ik echt de eerste jaren enorm mee geworsteld. En in de loop van de jaren ben ik er steeds beter mee omgegaan en voelde ik de keten steeds minder. Maar word je dan een ander mens zodra je die keten om hebt? Ja, je wordt toch een soort ridder als het ware in een soort harnas. En je moet je ineens gedragen als dit is de burgemeester van Zwiebertje, zou ik maar zeggen. En dat is toch iets heel anders dan de Onno die bij Fashion Clash staat en zonder stropdas ook het liefst mee gaat staan dansen op de afterparty. Ja, en dat hoort, waarom niet bij dat hoort niet bij het traditionele beeld van de burgemeester. Nee. En het afgelopen half jaar heb ik dat soort dingen sowieso allemaal niet gedaan. Want ik heb gewoon mijn werk afgemaakt, dat leek mij het verstandigste. Kijk, de mensen die moeite hadden met wie ik ben of wat ik gedaan heb enzovoort, die moest ik geen nieuwe munitie geven, zal ik maar zeggen. Dus misschien ben ik ik weet het niet. Ik ben iets minder de kroeg in gegaan, maar ja, dat zegt niks. Dat was ook niet verkeerd. Weet je, anders is het net alsof ik alles verkeerd heb gedaan voor die tijd. Dat was het ook niet. Het zijn gewoon uitzonderingen geweest waardoor door dingen helemaal uit zijn verband zijn gerukt. In hoeverre bent u door het afgelopen half jaar veranderd als persoon? Ik bedoel, het is duidelijk wat de invloed is geweest van de hele situatie op uw werk nu. Hoe heeft het u veranderd als Onno Hoes zelf, die inderdaad nou, met zijn spijkerbroek ja, je wordt wel wat ingetogener. Je wordt wel wat ingetogener, dat is wel. De publicitaire druk was ook wel heel erg groot. En je realiseert je nog meer dat ieder moment naar je gekeken wordt. En dat mensen altijd een oordeel over je hebben. En dat laatste vind ik dus heel moeilijk. Want mensen mogen alles zien wat ik doe. Maar op het moment dat mensen morele oordelen gaan hebben en die gaan je functioneren belemmeren, dat was gewoon het lastige wat er gebeurde. En daar moet je dan ook je nog meer rekenschap van geven. Dus dat is natuurlijk wel iets voor de rest van mijn leven. Waardoor er een stukje spontaniteit misschien wat minder is. Maar weet je, als het straks carnaval is, dan hang ik gewoon 3 dagen in de kroeg, hoor. En als je me dan hieraan herinnert, denk ik, oh ja, was ik even vergeten. Maar dat is toch jammer dat hij daarin geremd wordt? Ja, maar daarom zeg ik, het is misschien meer tijdelijk. Uiteindelijk ben ik ook wie ik ben. Laat de mensen me oordelen. Mensen kennen mij in de stad zoals ik ben en zo blijf ik ook gewoon. En toch plakte er op een gegeven moment op iedere lantaarnpaal Onno Genk naar Hoes. Ja, maar het kan ook eentje geweest die niet overal opgeplakt heeft. Ja, denk je dat? Ik hoop het. Ja, weet je, dat gebeurde toen. Dat was een moeilijke periode. Dat was toen ook die Facebookpagina over mij verscheen met heel veel likes. Maar toen heb ik zelfs vrienden van mij gesproken die dat wel grappig vonden en ook geliked hadden. Toen dacht ik, ja,
ook dit moet u dus weer relativeren. Maar hoe loopt u dan door de straat als u op iedere lantaarnpaal zijn sticker ziet plakken? Dan moet toch iets met u doen? Ja, dat is ook maar mens. Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee. Nee, dat was wel de moeilijkste periode. Maar dat was ook de periode dat ik heel stevig in het coffeeshopdebat zat. Waarbij ik geen steun van de meerderheid van de raad had. En het dus echt in mijn eentje met mijn medewerkers moest doen. En dan moet je wel heel erg in jezelf geloven. En heel diep tot het gaatje bij jezelf gaan. Om in de spiegel te kijken van klopt het nou, Onno, wat je aan het doen bent. Klopt het? Ja, dat klopte. Ja. En dat zullen die mensen met die stickers ook langzamerhand zich wel realiseren. En als je ze nu nog, want ze plakken nog op sommige lantaarnpalen. Ja. Hoe kijkt u dan nu daarnaar? Ik zie ze niet meer. Nee. Gelukkig niet. En ik zie ook wel, en ik hoor om me heen, dat ik de stad anders achterlaat dan dat ik hem ontvangen heb 4,5 jaar geleden. Hoe dan? Nou, hij is opener geworden, hij is dynamischer geworden. Als je door de stad heen loopt en je praat met mensen, dan laat ik als voorbeeld nemen de acceptatie van alle nieuwe mensen die bij de universiteit horen. Dat is natuurlijk toch 40 jaar lang een discussie geweest. Volgend jaar bestaat de universiteit 40 jaar. En ik denk in die afgelopen 5 jaar dat we een enorme slag hebben gemaakt om de universiteit en de studentenvereniging overal bij te halen. Dat wordt ook geaccepteerd, mensen willen dat ook, mensen vragen daarom. Ja, maar je ziet dus dat bijvoorbeeld of nou de Tempeliers zijn, of het is het Prevenement, of het zijn andere wat traditionelere clubs. Die zijn heel hard nodig in de stad. Die willen we ook behouden. Maar die staan steeds meer open voor nieuwe elementen en mensen die uit die nieuwe wereld komen. En dat is denk ik de grote winst ook van de afgelopen jaren. Iedereen staat open voor nieuwigheid. En ja, daardoor kan Maastricht ook zich verder ontwikkelen. Ja, ik blijf wel hier wonen, want het is gewoon een hele fijne stad. En ik denk dat het alleen nog maar leuker gaat worden. En dat ik de omgeving nog beter ga leren kennen. Daar ben ik wel heel blij om. Dat heb ik toch te weinig kunnen doen de afgelopen jaren. En ik ga lekker op vakantie en daarna komt er vast weer een mooie nieuwe uitdaging op mijn pad. Ja, wat zou u graag willen doen? Oh, dat weet ik nog niet. Daar ga ik nog niet op speculeren. Want als ik nu A zeg en het woord B, dan zeg je, oh, je bent zeker teleurgesteld. Want zo werkt de media dan ook weer. Zoals gezegd neemt Hoes zaterdag officieel afscheid als burgemeester. Maandag in het nieuws op TV Maastricht kunt u zien hoe dat verliep. En tot zover het nieuws van vandaag. Zometeen kunt u nog kijken naar een nieuwe aflevering van Kim, waarin de thema's kleur, textiel en tekst centraal staan. Alle programma's ziet u terug via rtvmaastricht.nl en natuurlijk ook onze Facebookpagina. Bedankt voor het kijken, een heel fijn weekend en graag weer tot maandag.